Mijn naam is Paul Jonk. Ik werk bij Rijkswaterstaat bij de Centrale Informatievoorziening. En bij name bij de directie IGA. Dat is een directie die zich bezighoudt met de data die Rijkswaterstaat nodig heeft voor zijn processen. Ik zit in de functie van alliantiemanager. En dat is met name voor het samenwerken met andere partners, met name ook op het gebied van water. Wat kan Rijkswaterstaat nou samen met waterschappen bijvoorbeeld doen? Bijvoorbeeld op het gebied van kaderrichtlijn water. Kunnen wij het zo doen dat wij bijvoorbeeld gezamenlijk doen, maar alle twee een deel. Maar dan heb je dus de discussie van, kunnen wij de data op elkaar afstemmen, maar ook de monitoringcyclus. Nou, dat is dus dingen die je moet gaan regelen. Maar het is vooral om te kijken van, kunnen we dingen nou efficiënter met elkaar doen en kunnen we het vooral samen doen. En daarmee hoop ik dus voor de waterstaat dat wij, als wij een deel doen en de waterschappen doen een deel, dat dus de centen van de burger goed wordt gebruikt door dezelfde overheid. En niet dubbel, dat wij niet een rapportage maken voor Brussel en dat de waterschappen datzelfde eigenlijk ook doen, maar dat we eigenlijk elkaar steeds meer gaan zoeken. Die samenwerking die kan veel breder, veel groter. Dat is mijn doel om dat hier te halen vandaag.